mensen, heeft u ook zulke fijne kerstdagen gehad? Oh, het is wat allemaal tegenwoordig. Verschrikkelijk, zelf je Eneco met een energiebedrijf. Grote kerstman aan de voordeur. En maar licht, en maar licht. Niks meer licht. Het is verschrikkelijk allemaal. Verschrikkelijk, dat zeg ik maar eens extra. Maar dominee gaat met zijn nieuwe hobby beginnen. Hij komt er eindelijk, komt hij er vooruit. Hij zegt het niet zomaar meer, maar ik heb op internet, heb ik eindelijk, mijn grootvader was ook slager bij de put, zaten heel veel slagers. En een beetje Joods bloed heb ik misschien ook nog wel. In ieder geval zet het Joods kwaadbloed bij in mij af soms. Als ik dingen zeg over Israël en de oude God heen uit het oude Jehovah Testament en het nieuwe Presbyteriaanse element erin. Maar dat even terzijde, want het gaat om andere dingen. Dominee heeft iets gevonden op internet. Dominee komt er vooruit dat hij graag weer thuis slachten wil. Hij wil gewoon weer thuis slachten. Ouderwets. En daarom heb ik een advertentie gezet. En nou verwacht ik iemand die ze door mij slachten zou willen laten. Ik wacht nog steeds, maar hij komt er misschien zo aan. Oh, dat zal hij wezen. Het is mooi, want ik heb, wij gaan hem samen oppeuzelen. Oh, komt u binnen? Ja, u was hem aan van de advertentie. Oh meneer, u ziet er aardig stevig uit, moet ik zeggen. Nou, we moeten wel wat in pantje zetten, hè? Nou, daar kunnen we nog wel een paar kerstdagen van doorkomen, zeg. Nou, ik hoop het wel, want ik heb er gewoon genoeg van. Nou, zal ik eerst... Ik moet eerst de videoapparatuur even klaarzetten. Ja, met wel even uitzonderen ja. Binnen gehad op de televisie, sir. Maar ik hoop dat ik naar vooronder op Friesland kom. Maar ik heb helemaal een toestemming. Ja hoor, want ik moet het toch al een eindje maken. Maar het lijkt me wel dat anders er ook wat aan heeft, sir. Maar, we moeten misschien... Maar ik wil wel eerst wat verdoofd hebben, waar je dat... Ja, kom, ik heb iets hier, een heel mooi...